geloof niet dat jij deze video kunt liken terwijl je het piesteken op je neus houdt. Schijnt uit onderzoek onmogelijk gebleken te zijn. Vandaag, jongens en meisjes, zitten wij in het slechtst beoordeelde hotel. We zijn er zometeen eindelijk van af. Maar wel hebben wij nog 9 euro per persoon meer betaald voor het ontbijt. En dat ontbijt gaan wij nu proeven. De slechte recensies omtrent dit hotel kwamen niet alleen maar stand door de kamers, maar ook door dit ultra slechte, onhygiënische, niet verse ontbijt. Dat is tenminste hoe de recensies het laten blijken. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan het ontbijt proeven. Ik weet niet of we dat beneden doen of dat we het van beneden naar onze kamer meenemen, voor zolang we daar nu nog mogen zijn. Het is bijna 8:30 ochtends en ik ben een beetje zenuwachtig. Dat mogen jullie best weten. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, want ik heb geen idee hoe dit ontbijt gaat proeven en ruiken en eruit gaat zien. Het wordt een spektakel. Let's go. Ben je er klaar voor? Beetje, denk ik. Wat denk je? Wat gaat er in je hoofd om? Als het eten net zo slecht is als de kamers, hebben we een probleem. Dat gaat er in mijn hoofd om. Liften, kom op! Oh, ze komen eraan. Ja, ik zeg maar, je gaat ervan uit dat als de kamers zo slecht zijn, omdat ze er geen aandacht aan besteden, dat het misschien met het eten wat hetzelfde is. En dat is een nare, enge gedachte waar ik eigenlijk niet mee wil omgaan. Maar we gaan ervoor. We zullen er toch echt aan moeten geloven. Weet je, dat is ook een goede tip. Als nou knoppen vies zijn, moet je niet met je vinger drukken, want die gebruik je overigens voor. Doe je zo. Kijk. En dan doe je zo. Hoppakeetje. Hey, trucjes. Kijk, weet je wat het is, bro? Je moet die camera een beetje naar beneden houden. Want als ze denken dat wij bijvoorbeeld van zo'n soort van smaakpolitie zijn, dan gaan ze ons sowieso wegzetten. En dan gaan ze die camera weg willen hebben. Ja, gelijk. Dus zorg ervoor dat je die camera een beetje onder low houdt. En wanneer we het eten hebben, dan moet je mij natuurlijk wel filmen. Maar you got this. Dit is de entrance, man. We gaan alles keuren. Laten we beginnen met de entrance. Hoe ziet het eruit? Yes, okay. Thank you. Okay, bro. Laat mij maar een beetje veel moeten uit, dan hebben mensen een indruk. Oké, jongens, dit is hoe het eruit ziet. We hebben hier vers fruit, tenminste. Het ziet er op zich redelijk vers uit. We hebben hier de koffieautomaten, we hebben hier van alles. We hebben hier allemaal dingetjes. Oeh, dit is heel nice. Dit is echt super chill, want dit is verpakt. Dus hier kan sowieso niks fout mee zijn. Dus hier ga ik sowieso van eten. Oh, ze hebben allemaal soorten, bro. Hey, dat is wel nice. Dat is echt heel gaaf. Hey, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat is al het is van Kellogg's. Dat is sowieso nice. Oké, laten we verder gaan, man. Mensen kijken ons al een beetje boos aan. De croissantjes en zo, man. Oké, hier hebben we de croissantjes. Hey, Soraya zei dat als je erin knijpt en het brokkelt goed, dan is het vers. Hier heb je de toast, denk ik. Hier heb je ook allemaal toast. Ziet er redelijk goed uit. Kijk, en hier moet je altijd mee uitkijken. Het ziet er super lekker uit. Maar als vlees niet goed bereid is, heb je een probleem. Dus we gaan alles een beetje opscheppen en we gaan het testen. Ik ben heel erg benieuwd. Scrambled, hè? Niet te veel, want als het niet goed is, dan gaan we het natuurlijk niet eten. Kijk, hier ben ik echt zenuwachtig voor, maar ik ga me er toch aan wagen. Een klein worstje. Gaan we natuurlijk ook een klein beetje bacon proberen. Niet te veel, want nogmaals, vlees kan soms gevaarlijk zijn als het niet goed bereid is. Dit zijn van die hash browns, denk ik. Doe ik er ook eentje van. Dit zijn vegetarische worstjes. Oké. Het is wel heel goed dat ze ook denken aan de vegetariërs. En deze twee laat ik liever even staan. We gaan verder, let's go. Een lekker toastje nemen. Wel een groot stuk toast, maar is niet erg. En natuurlijk, dat is iets wat heel erg vers eruit ziet. Het fruit. Let's go, man. Ik doe een flinke schep. Maar ik heb echt gewoon een king size bord, hè. Ik heb gewoon letterlijk van alles en nog wat. We gaan het testen op smaak, kwaliteit en hygiëne. Om maar even met de deur in huis te vallen. De lepels zijn niet heel erg goed afgewassen. Wat ik altijd doe is een servetje meenemen om er nog een keer overheen te gaan. Om er wel voor te zorgen dat ik niet iemand anders zijn bacillen aan het opeten ben. Dus ik ga er even eentje pakken. Maar het eten staat in ieder geval al wel klaar. Ik ben toch benieuwd geworden waarom al dit eten zulke slechte recensies heeft gekregen. Ik ga het uittesten. Jeon is zijn eten ook aan het pakken. En we gaan ervoor. Het is altijd spannend om dit soort dingen te proberen, maar ook ergens wel heel erg leuk. En kijk eens wie we daar hebben. Hij is er en heeft zijn bordje gevuld. Je hebt een beetje hetzelfde als mij gepakt. Ook een beetje. Het is natuurlijk wel zo dat er rook afkomt. Betekent niet dat het net gemaakt is, maar het staat natuurlijk op verwarmde platen. Jij bent gegaan voor een vegetarisch worstje, twee echte worstjes, of ja, echt vegetarisch. Is het natuurlijk ook echt maar goed. Vlezige worstjes, laat ik het zo zeggen. Twee sneetjes brood en nou, we hebben redelijk hetzelfde. Kijk, al die vlekken. Oh, dat is niet goed gewoon gemaakt, nee. Bro, laat eens even kijken. Oh my gosh, jongens. Ik weet niet wat voor vlekken dat zijn, maar ik word er niet zo vrolijk van. Oké, man. Laten we beginnen met het croissantje. Ziet er op zich best wel lekker uit. Geur is oké, denk ik.
Nou, een roomboter croissant, dat proef je direct. Er zit niet iets van een vulling in of zo. Het is heel normaal. Als je echt een vers croissantje hebt, dan proef je echt die crisp aan de buitenkant. En dat smeuïge aan de binnenkant. En dit heeft eigenlijk all over the place dezelfde textuur. Dus je merkt wel, het is denk ik echt of een paar uur geleden gemaakt. Of misschien dat het nog van gisteren is of zo. I don't know. Nou, het is gewoon oké. Ik zou het wel kunnen eten. Het is niet vies, maar het is ook niet echt... Het gaat. Laten we het fruit proberen. Fruit smaakt prima. Ik vind het altijd wel prettig dat ze het fruit koud houden. Dan heb je toch wat meer die sap of zo. Het lijkt alsof dat dan meer vrijkomt. Ik wil de lepels dus eigenlijk niet gebruiken, omdat er allemaal van die aanslagvlekken op zitten. Dus ik ga zo meteen even een doekje pakken om het extra mee schoon te maken. Lijkt mij tenminste wel zo verstandig. Laat ik eens even kijken hoe het ei smaakt. Ik bedoel, scrambled egg is natuurlijk typisch Engels. Maar kijk, je kunt heel moeilijk smaken aan ei, denk ik, of het vers is. Ik ben geen voedselexpert, maar uit eigen ervaring, iemand die elke 2 keer in de week, denk ik, wel een eitje bakt, moet ik erachter zien te komen of het goed is. Oké. Het is meer vet en olie dan ei. Je neemt een hap en het komt echt iets vloeibaars uit. Het is niet alsof je echt een lekker milky eitje hebt. Nee. Nog 1 hapje, misschien heb ik gewoon de verkeerde te pakken. Nee, die ei is sowieso niet. Van die ei blijf ik af, laat ik het zo zeggen. Ik las ook zeg maar de slechtste recensies over de worstjes en het ei. En met de worstjes vooral dat ze nog een beetje rauw van binnen waren. Dat is heel erg, want als je vlees rauw eet, met name bijvoorbeeld... Nou, deze worstjes zijn denk ik een mix van varkensvlees en rundvlees of zo. I don't know. Kip is natuurlijk nog gevaarlijk, geloof ik. Maar goed, rauw vlees is gewoon niet goed. Het ruikt op zich best wel oké. Ik hou totaal niet van dit soort vlees, to be honest. Ik eet veel liever rundvlees, maar goed. We zullen het toch even moeten proberen. Oh... Het is gewoon letterlijk alsof je gelatine aan het eten bent. Dat jelly, weet je wel. Het heeft totaal geen vlezige structuur. Het zit ook gelijk allemaal tussen mijn tanden. Oké, goed. Croissantje, oké. Eieren, matig. Vlees, nee. Laten we gaan voor de hash brown. Oké, het ruikt oké. Het ruikt gewoon naar aardappel. En aardappel, als je een Hollander bent, totally nice. Zeg maar, je hebt goed vettig, dat je denkt, oh, dit is net gebakken. En je hebt dat minder goede vettig. Zoals Jay. Nee, geintje. Nee, oké, het is oké. Dit is oké. Ik ga niet alles blamen. Zeg maar, ik word ook beïnvloed door de recensies. Dat is niet goed. Zeg maar, ik moet een onafhankelijke smaakpolitie zijn. Ik ben wel een soort van verslaafd aan bacon. En, ik zie allemaal medewerkers kijken in één keer. Hij vraagt wat aan het doen zijn. Oké, laat maar gewoon. Hij komt er nu aan, man. De bacon. Blijf door, jongen, ja. Oké, luister, ik ga heel eerlijk zijn. Eigenlijk best wel heel erg lekker. Maar vers is iets anders. Je hebt er heel veel zout overheen gedaan. En heel veel peper. Waardoor je het idee hebt dat het nog van net is. Weet je wel, lekker net geseasoned, zoals ze dat zeggen. Maar dit is sowieso van gisteren. Dat kan niet anders. Dit is de hardste bacon ooit. We worden heel vies aangekeken, man, bro. We worden echt heel vies aangekeken. Al met al, als ik dit ontbijt een cijfer zou moeten geven, denk dat ik uitkom op een 5,5. Net voldoende. Het ding is alleen, hoe voel ik me wanneer ik dit opeet? Kijk, daar zal ik achter moeten komen. Ik doe het voor de wetenschap. Ik ga proberen dit op te eten. Ik ga mezelf niet overeten. Ik eet gewoon totdat ik vol zit. En dan kijk ik over een uurtje of 2 hoe ik me voel. En misschien is het ook wel leuk om dan binnen deze video nog naar een ontbijtplek te gaan. Waar mensen zeggen dat je juist het beste Engelse ontbijt kunt krijgen. Dat ik dat een beetje zo tegenover elkaar zet. Zeg maar, hotelontbijt met slechte recensies. En ergens buiten een Engels ontbijt met hele goede recensies. De toast. Het is echt een heel dik stuk brood. Je zou het bijna als dak kunnen gebruiken. Nog niet eens. Ik ben nog niet eens klaar. En ik heb nog de vegetarische worst. Oh, gadverdamme. Misschien helpt dit. Het is alsof een pompoen je tong in elkaar aan het slaan is. Dit is niet nice. Maar het brood is wel goed. Hey, hebben jullie toch nog iets voor elkaar gekregen in dit prachtige hotel? Er zitten dan misschien wel bruine, lugubere vlekken in de kamer. Handen op het raam, gordijnen hangen los. Kalkaanslag in de douche, kalkaanslag op de lepels. Maar het brood hebben jullie toch goed gedaan. Al met al, wegens dit hier, gaat mijn 5,5 naar een 5. Ik ga het opeten, voor zover ik kan, voor de wetenschap. En ik ga jullie laten weten hoe ik me voel. En dan gaan we naar een betere plek toe. Tot zo. Oké, jongens, ik ben nu ongeveer 15 minuten verder. Ik heb mijn bacon gegeten. Ik heb mijn croissantje en mijn ei gegeten. Ik besloot toch verder te gaan aan mijn worstje. En dat is het moment waarop het fout ging. Ik heb ongelofelijke maagzuur. Ik heb mijn eten nog niet eens voor een kwart op. En ik denk dat ik al besluit over te gaan naar de voorverpakte cornflakes. Want dit gaat niet goed zo. Hoe gaat het met jou? Ook niet, hè? Wat heb jij gegeten? Je hebt een heel worstje op, ouwe. Ja, ik heb 1 worstje op. Oh, je hebt een heel worstje op. En die bacon ook, hè. Dat is zo ongelooflijk zout. Ze gooien daar zoveel seasoning overheen. Want dan proef je niet dat het wat ouder is. Oh, ik heb ook de hele tijd... Ik heb de hele tijd opkomend lucht. Ik voel me totaal niet goed op dit moment. Luister, wij gaan voor de voorverpakte cornflakes. We gaan kijken of die wel lekker zijn. Ja, kan bijna niet fout gaan. Oh, dit is jongen. Moeten we toch beter naar die recensies kijken voordat we iets doen, man. Ik hoef dit niet meer. Ik ga die cornflakes pakken. Hoor dat stukje nog filmen, of niet? We moeten dit wel filmen.
Normaal gezien, jongens, eten wij ons bordje altijd leeg en we zijn echt geen voorstander van dit. Maar dat is gewoon niet te eten. Ik moet zeggen, de bonen zien er op zich best decent uit. Ik heb ze net gepakt en we gaan ze dus ook even uitproberen. Ik hou wel echt van bonen. Ik ben echt een bonenliefhebber, dus dit kan twee kanten op gaan. Het smaakt wel als bonen uit blik, maar dat maakt me eigenlijk wel blij, want dan weet ik dat hun het zelf niet hebben bereid. Ja, waar kun je er fout in gaan met bonen? Smaakt naar bonen. Ja, dit is, ik zou hier wel een bakje van op kunnen, maar puur met de gedachtegang dat het dus uit het blik komt. Oké, ik weet genoeg. De bonen krijgen een zeventje. De rest van het eten, gone. Gaan we wat cornflakes eten, jongens. Gaan we misschien nog een drankje proberen. En dan gaan we kijken of we een betere Engelse ontbijtplek kunnen vinden vandaag. Ik weet zeker dat er plekken zijn met supergoede recensies die wij moeten uitproberen. Joop, voel je goed? Huh? Voel je goed? Matig, man. Mijn buik rommelt heel erg. Mijn buik doet een beetje pijn eigenlijk. Ik zag net al twee mensen ook naartoe gaan en die hadden een broodje. En de achterkant was besmeurd met een soort van boter die hun er zelf niet op hadden gedaan. Maar goed, we gaan ervoor. We zijn in ieder geval terug bij onze kamer. En we gaan even een betere plek zoeken waar we eventueel kunnen eten. Want dit is niet voor herhaling vatbaar. Op het internet wordt dit plekje hier achter mij bestempeld als het beste plekje bij ons hotel in de buurt dan. Waar je kunt ontbijten. Het is een plekje waar je eigenlijk hetzelfde Engelse ontbijt kunt krijgen als wat wij in het hotel hadden. Alleen dit is dus niet in het hotel, wel in de buurt van het hotel en heeft een betere recensie. Het grappige is ook, je kunt hier de hele dag ontbijten. Dus hoe laat je ook wakker wordt, je kunt er ontbijten. We gaan het testen. We gaan gewoon voor een full English breakfast. Ik ga het proeven, Joan gaat het proeven. En we gaan kijken of het hier wat beter smaakt en of het nare gevoel in onze buik minder kan worden. Let's do this. We gaan lekker buiten zitten. Het is lekker fris. Pak, ik heb zin in. Let's go. Super vriendelijke man. Oprecht. Hele vriendelijke man. Vraag gelijk of we een theetje van het huis willen. En we hebben de menukaarten gekregen. Die zijn hier zo. Dit zijn de menus. Hier gaan we even opkijken. Ik moet zeggen, de prijzen vallen heel erg mee. Je betaalt bij dit restaurantje £2,50 voor een hamburger, een cheeseburger. Terwijl je bij een menig restaurantje in Nederland of Antwerpen er al €4 tot €8 voor betaalt. Wij gaan even checken wat het wordt. Ik ga denk ik gewoon natuurlijk voor een English breakfast. Maar de man is super vriendelijk. Er komt een theetje van het huis aan. Ik ben heel benieuwd. Hey, weet je wat je gaat nemen? Ja, bizar dit hè. Voor £5, ongeveer €6,50, €7 max, krijg ik 2 eieren, bacon, tomaten, worstjes, bruine bonen en 3 sneetjes brood. £5, oké? Daar ga ik voor. Ik ben benieuwd hoe het gaat smaken. Eigenlijk wil ik er ook wel gewoon iets anders bij nemen. Een burgertje of zo. Gewoon omdat het kan. Ik wil gewoon weten, voor £2 heb je namelijk al een hamburger. Kun je voor £2 een goede hamburger krijgen? Ik ben benieuwd. Nice man. Hey, dit is een flink op. Bro, luister. Dit hele bord met een cheeseburger en patat heeft ons in totaal £2,50 gekost. Dat is ongeveer €4. In Nederland of België heb je voor €4 nog niet eens een patatje op sommige plekken. Ik ga het proeven. Deze toast. Er komt nog rook vanaf minif. Als je dit vergelijkt met het hotel waar we net waren, bro. Ik ben gewoon excited, you know. Ik ben gewoon letterlijk excited om dit te proeven. Let's go. Het is super buttery. Dit is echt nice. Oké, wacht even man bro. Dat heb ik altijd als ik eet jongens. Ik kan nooit normaal eten. Moet je van me weten. Bestek is hartstikke schoon. Dat is ook wel net een stukje beter dan net in het hotel. Laat ik mijn mooie eitje. Kijk hoe lekker dit eruit ziet jongens. Het eigeel komt er nog uit. Ik plak er nog lekker een stukje bacon bovenop. En dan gaan we jongens voor het ultieme Engelse ontbijtje. Het ziet er super goed uit. Bacon lijkt heel erg vers. Het ei ziet er heel erg vers uit. Nou, het brood, daar kan ik niks anders van zeggen dan dat het super vers is. Het ruikt echt heel nice. Let's go. Is er een huis te koop hier in de buurt? Ik moet gewoon even mijn ogen dicht houden om te beseffen wat er gebeurde. Dit is werkelijk waar fantastisch. Je zou zeggen, joh, een ei en een plakje bacon is toch altijd fantastisch, waar je het ook eet. Het is alsof ik net van Minecraft in 144p naar Minecraft in full HD resolution ben gegaan. Legit, het is gewoon, oh my gosh. Normaal gezien lust ik nooit tomaat. Maar omdat dit zo lekker is, ga ik het voordeel van de twijfel nemen. Bro, super zoet. Zoete tomaat. Ik hou nooit van die zurige, bittere tomatensmaak, right? Oké, als ik het nu een cijfer zou moeten geven in de zin van dit eitje, tomaat, bacon, 8,5, 9 man. Maar nu, het allerbelangrijkste van allemaal, het Engelse
worstje. Dat is natuurlijk belangrijk. Net in het hotel heeft het ons een niet zo'n heel erg goed gevoel gegeven. Eerst even de binnenkant checken natuurlijk. Nou, dat ziet er hartstikke vers en gaar uit. Ik zou zeggen, jongens en meisjes. Wacht even. Oh yes. Barbecue saus met een Engels worstje. Let's go jongens, daar gaan we. Soms heb je van die momenten, dan besef je gewoon even hoe blij je bent met de kleine dingen. Bijvoorbeeld een worstje. In het hotel, en ik zei het nog hè, dat worstje in het hotel had de structuur van jelly. Dit worstje brood, barbecue kwaliteit. Weet niet wat deze guy heeft gedaan in de 10 minuten dat wij aan het wachten waren, maar hij heeft gewoon dit worstje aanbeden. En dit is er uitgekomen. Dit is het allerlekkerste. Ja, ik hou persoonlijk niet heel erg veel van dit soort vlees, maar dit is echt legit het allerlekkerste worstje wat ik in tijden heb gegeten. Kom je vaak op je nummer? Nee, mag niet. Londen fan. Ik denk jongens en meisjes dat ik Antwerpen ga moeten verlaten. Ik heb mijn nieuwe liefde gevonden als het gaat om een stad, om een plek, om een land. Dit is nice. Joan mag de rest. Maar nu het volgende. Een freaking cheeseburger om 9 uur 's ochtends met een hele emmer patat voor 3-4 euro. Als je het zou verrekenen vanaf de pond die we ervoor hebben betaald. 2,5 pond. Ik moet, heb je een zakdoekje? Ik moet even een traantje weg. Oma? Bent u dat? Ik voel mezelf echt een papzakje op dit moment. Dat ik gewoon om 9 uur 's ochtends een hamburger aan het eten ben. Deze hamburger, je proeft gewoon dat dit geen, en ik wil niemand blamen hier, McDonald's Burger King hamburger zijn. Deze komt vers van de grill. Zoals SpongeBob ze hebben gezegd, fantastisch! Het is nice, het is gewoon echt heel nice. Eet geen hamburgers met patat als ontbijt. Oké, laat me dat duidelijk maken. Ik doe dit voor, en jullie weten de reden al, wetenschap. Wel lekkere wetenschap. Nee, gewoon überhaupt. Je zit hier gewoon in Londen. Lekker weertje. Goedkoop ontbijt. We hebben in totaal 9,5 pond afgerekend. Dat is ongeveer 13, 14 euro. Nou, geloof me, in Nederland krijg je daar echt, en in België ook niet, een hele tafel vol met eten van. Lekker geboterd toastje erbij. Deze krijgt van mij een 8,5-9. Jeon zegt nog, het is op zich best wel erg wat we eten in de ochtend, maar hey, ontbijt als een koning, lunch als een burger en eet avond als Soraya. Ik ken het gezegde niet, maar we ontbijten goed, dat kun je wel zeggen. Volg me op Instagram, adios.